Er zijn andere vormen van contact. Bij een ontmoeting op zee bijvoorbeeld. Hier, de Nieuw Amsterdam van onze rederij. De oceaan is net een stille straat. Als er iemand langskomt, holt iedere bewoner naar het raam. Het contact met de vaste wal blijft ook. De radio. U kunt telegrammen verzenden en ontvangen. Een telefoongesprek aanvragen is ook mogelijk. En de purser's office is geheel tot uw dienst. Vergeet u trouwens niet dat het schip een eigen zetterij en drukkerij heeft. Er komt een eigen blad uit, de Ocean Post, met de allerlaatste berichten uit de wereld zoals die zijn opgevangen in de radiohut. Wie denkt veilig te zijn voor de verleidingen van de boutiques op de vaste wal, komt bedrogen uit. Het kan zo gek niet zijn of het schip heeft het aan boord. Er is een volwassen lijnbaan, de Holland-Amerika-lijnbaan. Het wordt tijd voor de maaltijd. We hebben al cijfers genoemd. De 21.000 kilo aardappelen waren we vergeten, maar dat mag geen naam hebben. We hebben een keurkorps van koks aan boord. Dit is het grote stoomafblazen. Het kleine stoomafblazen komt natuurlijk ook voor. Een rokertje in de frisse lucht is heus wel nodig voor de koks en de machinisten. Hoe modern hun werkterrein ook ingericht mag zijn. De kapitein blijft op zijn post. De roerganger stuurt feilloos op Amerika aan. De vierde tekent de route aan op de kaart in het kaartenhuis of schiet met de tweede een zonnetje aan dek. Boven alles draait onvermoeid de radar. Het is op zo'n schip alle dagen wasdag, mevrouw. Wassen, spoelen, persen, vouwen, stomen, strijken, dat vereist de aanwezigheid van een complete wasserij met machines en personeel. Dat houdt de linnenkast pas op peil. Uw kleding hangt weer piekfijn in rekken, klaar voor het diner. De bellboy. Willen de dames en heren passagiers zo vriendelijk zijn zich naar de dining room te begeven? Dinner is ready. Captain's dinner. Wat zal het zijn vandaag? Eens even de kaart nemen. We hebben in het begin niets te veel gezegd. De gast van de Holland-Amerika-lijn is koning. Een vorstelijke maaltijd hoort daarbij. Applaus. Er is elke reis gezorgd voor een serie uitstekende floorshows. Niemand hoeft zich te vervelen met een schip. Een bijzonder populair spel is bingo, dat tussen twee haakjes verrassend veel op ons kienen lijkt. En anders, pik een bioscoopje. De Holland-Amerika-lijn heeft voor u een keur van goede films verzorgd. Eén van de hoogtepunten op de reis. Het gala-buffet wordt in gereedheid gebracht. De souschef heeft een zonderlinge bezigheid. Beeldhouwen in ijs. Steeds weer is het een race tussen de koks die met elkaar wedijveren om de mooiste koude schotel. Voor de gasten worden er eveneens wedstrijden georganiseerd. Dit hier is de verkiezing van Miss en Mr. Hoed. Maar bij het koud buffet bent u de jury. En dan gaan al die hoeden af voor de exquise koude schotels.
Alleszins een foto waard. Zeer populair is ook het spannende horse racing aan boord. U kunt zelfs een echt Ascot-gokje wagen. And it's a 3, a 6, and the winner by a photo finish, 9. En de bar is uitstekend. Buiten kan de hemel mooi zijn en de zee indrukwekkend. En de reling is breed genoeg voor een romance. Nacht. De roerganger is afgelost. De instrumenten glanzen. Terwijl boven de glazen vrolijk klinken, zwoegen de geruisloze machines. De zee maakt heerlijk moe. De lichten in de hutten gaan uit. De dag van aankomst, de vroege ochtend, is als alle andere. Het dek moet brandschoon zijn. De schoenen glimmen van genoegen voor uw deur. De koffiemachine pruttelt niet tegen. Er wordt gezorgd voor thee en orange juice. Ontbijt op bed. Morgen. Buiten komt Amerika dichterbij. Zal een andere zijn. Honderden vullen hun naam in. Honderden boeken elke week bij de Holland-Amerika-lijn. De student die naar Harvard gaat voor 1 of 2 jaar. Het echtpaar dat naar de kinderen gaat. Mevrouw Peter A. die naar haar getrouwde zuster reist. Mensen die terugkomen. Zakenlui, geleerden, beginners, gearriveerden. Aan land gaan is fijn als het een fijn land is. Na een prachtige reis op een fijn schip. Een prettige reis zit erop. Een reis met de Holland-Amerika-lijn.